dinosaur sex, actually. Platvoet en zijn vriendjes, platvoet fetish. Doe mij denken aan die van Durf te Vragen. Strand eigenlijk, met mijn voeten daarin en dat iemand dat kon aflikken. Een zaad loppigen, moet je het voorstellen eigenlijk. Een zaadje. Dus hier zijn de meest exotische planten. Het zonnige zuiden. Ik wil ook zo'n cactus. Alustra Susanne. Oké, mensen, we zijn net aangesproken door Jehovah's getuigen. Een mooi boekje gekregen. Boxing video. Een albino duif. Oh my god. Er valt een baksteen op mijn teen. We gaan naar de HFC, de meest sketchy KFC rip-off ooit. Ja, net gegeten bij de Halal Fried Chicken. Niet voor herhaling vatbaar, KFC is beter. Nice. Oh yeah, nice castle, mate. Beter zijn hier even veel moorden gebeurd of zo in dit kasteel. Do you pay for animal suffering or are you vegan? Wou tonen wie de baas is, dat is wat Philips van den Elzas wilde en dus herbouwde hij het imposante Gravensteen. Die kano die hier staat is gewoon al uit de jaren 1000. Toen had ze blijkbaar al plastiek. We gaan hem kidnappen, dit wordt de heist van het Gravensteen. Ja, yeah. We're getting in, mate. Welkom in de dungeon. That's why I had a dungeon before. Sketchy looking. Dit is een grote pit van het een of het ander. Godverdomme, mijn camera valt niet. That's why I had a dungeon before. Buggy, ook van de middeleeuwen, I guess. Welkom in het Gravensteen. Het is een haas met een paraplu. Deze trappen lopen echt niet fijn. Knight armor. Hij heeft wel die hekke gezichtsbescherming, man. Een hoedendag is een zware knots met kort metalen punt. Een ratslotgeweer. Dat bestond al. What the hell? Big sword. Is het vechten niet fijn, dan is het harnas te klein. Hoezo heeft deze ridder zo'n grote kont? Wat de hel is er hier gebeurd? Ja, extra thick. Wat de hel? Hier zijn er dozen te zien. Zit hier een heest binnen, man? Nee. Hey, we zijn al boven, hè? Een dik gevecht houden of zo. Gravensteen, Oost-Vlaanderen, Gent, Vlaanderen. We zitten dus in Brussel, hè, Bas? Ja. Moet je echt oppassen met de treden soms. Wat een mooi dak. Ah, dan kom je hier terecht. Dus je kunt gewoon hierover klimmen en dan kunnen de toeren nog niet zien. Hij had zelf een piercing, Xander. Night with long stick and people on it. Hallo. 12 van? 12 van zelf in de middeleeuwen had je van die scare steekjes waar mensen eigenlijk terug zaten te doen en nog een seks te hebben. Oké, dit is blijkbaar een middeleeuws toilet. Maar ze contradicteren hunzelf. Ja. Als we hierdoor kijken, dan kunnen we een draak zien, blijkbaar. Ha! Wow! 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 Oh! Ja, wat de hel is er met dat paard gebeurd? Waarom heeft hij zo'n grote ballen? Ik vind dat ook zeer gevaarlijk dat ze hier geen hekken hebben, inderdaad. Ah, dit is een martelkamer. Oké, mensen, ik heb een muntje gekocht met een ridder. We are done. We're gonna exit, mate. Mooie vrouw. Mooie man, of niet, geen idee. Een of andere god van Quinoa. Welkom in de zomerbar. Mijn batterij is letterlijk nog 1%, dus ik kan elk moment uitvallen. Naakte mannen of zo die een vlag hijsen. Yo, no. Wat gaan we spelen, Bas? Ik weet niet. Daar is Joran. Typisch weer. Maxime heeft goed gedraaid, toch? Ik heb niet gedraaid, jij hebt gedraaid. Oké, ik ook verslaafd op. Mijn face! Fuck
Maria. Oké, maar nu gaat het gewoon hokken zijn, want dit ga je niet kunnen volgen. GTA Flip muziek. Fun fact about Jolan. Hij was ooit is een paar dagen geschorst van een school omdat hij schoolshooter ging zijn. Dit is duidelijk bewijs. Jolan is gesneuveld. Oh my god, het wordt spannend. Oh my god, die dikke harpoen, man. Oh ja. Jolan zegt. Van zombie snatchen naar zombie smashen. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Dit is erger dan The Walking Dead, man. What the fuck? Oh my god, zwevende bal. Kijk, eens pro. Ah ja, ik kunt dat er gewoon zo in hoor. Oh nee! Het is gelijk onmogelijk. Ah! Wauw, hoe pro ben je? Wow! Oh!